Een heel goede avond aan iedereen die hier vanavond bij is. Welkom op inderdaad al de 7e editie van de jaarlijkse lezing van het Instituut voor Joodse Studies samen met Kazerne Dossin. Deze lezingenreeks is opgezet in 2016 en het is dus een samenwerking tussen het Instituut voor Joodse Studies aan de Universiteit Antwerpen en Kazerne Dossin, Memoriaal Museum en Onderzoekscentrum over Holocaust en Mensenrechten in Mechelen, waarvan ik inderdaad adjunct-directeur ben. Ik wil bijzonder graag professor Vivian Liska, directeur van het Instituut voor Joodse Studies, en Jan Morris, de coördinator van het instituut, van ganser harte bedanken voor de en samenwerking al die jaren. Deze lezingenreeks geeft een vaste en een prominente plaats aan Holocauststudies en Holocaustherdenking in het programma van onze beide instellingen. En ik ben dan ook bijzonder dankbaar voor deze gelegenheid tot samenwerking tussen een Memoriaal Museum, onderzoekscentrum en de academische sector, de culturele sector en de Joodse gemeenschap en dit hele brede geïnteresseerde publiek. Eerdere sprekers in de lezingenreeks waren de Israëlische historicus Gideon Greif met een lezing over Auschwitz-albums, de twee Auschwitz-albums. Ikzelf met een lezing in het Red Star Line Museum over het belang van getuigenissen en familiearchieven. Mijn collega Laurent Schramm met haar onderzoek over de Dossin-kazerne, de wachtkamer van Auschwitz. Kees Ribbens van het Nederlandse NIOT, instituut met een lezing over Anne Frank, een hedendaagse holocaustrepresentatie. Dieter Pool van de Universiteit Klagenfurt met een lezing over de huidige stand van kennis over de holocaust. En tot slot vorig jaar Manuela Consoni van de Hebrew University met een lezing over antisemitische mythes, gevolgd door een virtuele rondleiding doorheen de tijdelijke tentoonstelling hashtag fake images van Kazerne Dossin, toen gegeven door Thomas Baum, directeur van Kazerne Dossin. En met deze lezing van professor Erik Thijs, die ik hierbij ook heel graag wil bedanken om op onze uitnodiging in te gaan, hebben we dus de 7e editie van ons gezamenlijk initiatief bereikt. Ik geef nu heel graag het woord terug aan professor Vivian Liska voor een korte inleiding van onze gastspreker. Professor Erik Thijs werkt als psychiater in het Universitair Psychiatrisch Centrum KU Leuven en in het Psychosociaal Centrum Sint Alexius in Elzene. Hij doctoreerde op een proefschrift over de link tussen creativiteit en psychische kwetsbaarheid en richtte WZW Chaos op, een Brusselse werkplaats op het snijvlak van kunst en psychiatrie. Hij is zelf ook actief in de kunsten en is gastdocent aan de KU Leuven. Hij is auteur van onder meer wetenschappelijk werk, psycho-educatieve strips en het boek Psychogenocide 2015 over de massamoord op psychiatrische patiënten door de nazi's. Over deze massamoord en de relevantie ervan voor onze tijd zal het vanavond gaan. Professor Thijs, ik geef graag het woord aan u. Heel hartelijk dank, professor Liska en mevrouw Van den Dalen en meneer Oeren, voor de uitnodiging om hier bij u te mogen mijn verhaal doen over die vreselijke episode uit de geschiedenis. Dus die beelden die u zag in die film waren beelden van de zogenaamde actie T4. En dat was de massale vergassing van personen met een psychische kwetsbaarheid en met een beperking door de nazi's. Actie T4 vond plaats voor de Shoah tussen september 39 en augustus 41. Het fragment komt uit de film Werk ohne Auto uit 2018. En bij mijn weten is het de eerste film waarin deze massamoord zo grafisch wordt weergegeven. En dat is dus 77 jaar na de gebeurtenissen. Regisseur van de film is Florian Henkel van Donnersmarck, bekend van onder meer Das Leben der Anderen.
De film vertelt in feite het geromantiseerde levensverhaal van Gerhard Richter, volgens velen de grootste levende hedendaagse kunstenaar. Het fragment gaat over Richters tante, die de diagnose schizofrenie kreeg en om die reden eerst gedwongen gesteriliseerd werd en enkele jaren dus later dus werd omgebracht. In het fragment zien we dat de gaskraan wordt opengedraaid door een arts. Dat is authentiek en het had ermee te maken dat de uitroeiing van personen met een psychische kwetsbaarheid of een beperking, zogenaamde minderwaardigen, dat die vanaf het begin was opgezet als medische aangelegenheid. Het ging om medische problemen die een medische oplossing vroegen, waartoe ook het doden kon behoren. En op een hoger vlak ging het om een medische, zelfs een chirurgische ingreep op het Duitse volk. Of, zoals de nazi's het zeiden, het Duitse volkslichaam. Artsen, of zoals zij in de nazi-taal heten, gezondheidsvuurers of biologische soldaten, sneden ziekelijke stukken weg uit het lichaam van het Duitse volk. U ziet hier hoe een arts en een nazi atletische blonde Duitsers beschermen. In de film draagt de arts de doodskoppering van de SS. Ook dat is historisch plausibel. Artsen waren de beroep met bij verre het meeste nazi's. Bijna de helft was lid van de nazi-partij. 7% van de artsen was zelfs lid van de SS. De arts laat koolstofmonoxide gas uit de gasflessen ontsnappen en de slachtoffers verstikken langzaam. CO was later ook het gifgas van de vernietigingskampen van de Shoah. Alleen in Auschwitz werd Zyklon B gebruikt. Deze filmbeelden komen op schokkende, onrechtvaardige, maar toch enigszins clean dood. Maar in werkelijkheid is dood, CO-vergiftiging, een akelig gebeuren met hoofdpijn, pijn over heel het lichaam, misselijkheid, braken, een angstig verstikkingsgevoel en soms epileptische aanvallen. Er werden er bovendien veel meer mensen in een veel kleinere ruimte gepropt. Dit is de gaskamer van Auschwitz. Dit is de gaskamer van Hadamar, een ruimte van 3x4, waarin 10.000 mensen vergast werden. Dus dit hele uitgekookte, uitgekiende, perfide systeem met valse douches, met gifgas van water, wat heel arbeidsbesparend was, omdat de slachtoffers zelf een deel van de job deden door zich uit te kleden en zelf de gaskamer binnen te stappen. Met het afstempelen van de slachtoffers voor de statistieken en voor het terug kunnen recupereren van gouden tanden. Met de verbranding van de slachtoffers in ovens op de site zelf. Dat kennen we allemaal van de vernietigingskampen van de Shoah. Maar het werd in feite voor de Shoah bedacht en op punt gesteld voor de vernietiging van Duitse burgers met een psychische kwetsbaarheid of een beperking. En nadien integraal overgenomen voor de vernietiging van de Europese. De oorspronkelijke aanleiding om gifgas te gebruiken, om deze mensen te doden, vloeide voort uit een slechte ervaring bij het massaal neerschieten van psychiatrische patiënten kort na de inval in Polen. Dat bleek te onmenselijk te zijn. Niet voor de slachtoffers, maar voor de daders. Vergassen was minder traumatiserend. Ook werd gas in het begin nog gezien als een eerder nobel dodingsmiddel dat voorbehouden werd voor Duitse burgers. In het begin van de actie T4 waren Joodse patiënten zelfs uitgesloten van de vergassing. In de film wordt, hier ziet u een andere gaskamer met nog de douchekop. In de film wordt de vergassing van de patiënten parallel gemonteerd met de geallieerde bombardementen op Dresden en sneuvelende Duitse soldaten op het einde van de oorlog.
En het lijkt alsof de regisseur daarmee wil zeggen: de nazi's hebben verschrikkelijke dingen gedaan, maar het Duitse volk heeft ook veel geleden. Dit soort vergelijking tussen de dood op het slagveld en de moord op eigen kwetsbare en weerloze burgers is in mijn ogen bijzonder bedenkelijk. Het is waarschijnlijk niet zo bedoeld en het is ook hopelijk niet zo bedoeld, maar dit doet denken aan een gelijkaardige parallel die Hitler trok net voor hij de Tweede Wereldoorlog ontketende. Hij zei dat de krieg nach außen gepaard moest gaan met een krieg nach innen. Namelijk dat tegelijk de buitenlandse en de binnenlandse vijanden verslagen moesten worden. Met andere woorden, de minderwaardige volken rondom Duitsland, maar ook in Duitsland. Het sneuvelen van jonge Duitse soldaten moest in evenwicht gebracht worden door het ombrengen van zieke, minderwaardige Duitsers. Iets in die strekking staat al in Mein Kampf te lezen. Het zinnetje "Ich mag dich" in het filmfragment schokt en verwart. Het kan duiden op de goedgelovigheid, op de naïviteit van het meisje met het syndroom van Down, die niet beseft wat haar te wachten staat. Of op een soort van Stockholm-syndroom, liefde voor degene die jou in haar macht heeft. Maar nog verwarrender is het antwoord van de verpleegster: maak dich auch. Dat kan een soort van sadistisch sarcasme zijn of integendeel goed bedoeld zijn. In de zin dat enkele daders en medeplichtigen later beweerd hebben dat zij dat allemaal gedaan hebben met de beste bedoelingen. Om bestwil, uit liefde als het ware. En ik denk dat we hier een domein betreden van de menselijke ervaring en het menselijke gedrag, waar de meeste van ons zich vandaag maar moeilijk een voorstelling van kunnen maken. Want hoe voel je je? Hoe gedraag je je? Wat doe je als je bijvoorbeeld als hulpverlener gevraagd wordt om mee te werken aan het uitdrukkingsgroep in een tijdsgeest van radicalisatie op het niveau van de overheid? Wat zouden wij zelf doen als hulpverlener in deze situatie? Dat is een onmogelijke vraag en tegelijk ook een essentiële vraag. Maar de historische werkelijkheid zegt dat zeer weinigen zich verzet hebben tegen deze massamoord. Dat het gros van de mensen zich dus heeft geconformeerd met die onmenselijke overheidsacties. En het is belangrijk om te weten dat ook in Nazi-Duitsland deze massamoord ongrondwettelijk was. Dat er geen bevel toegegeven was, hoogstens een soort van toelating voor artsen. Dat niemand verplicht was om mee te werken. En dat er tijdens het nazi-regime niemand gesanctioneerd is wegens weigering om eraan mee te werken. Nochtans was de werkelijkheid nog vreder dan in deze film. Ik heb daar een schrijnend voorbeeld van ontdekt door een link te kunnen leggen tussen drie verschillende documenten over een kind met het syndroom van Down. Eerst vond ik een zogenaamde troostbrief, waarin de heer en mevrouw Hofer meegedeeld werd dat hun kind onverwacht aan een longontsteking gestorven was terwijl het in een instelling verbleef. Die instelling was het verschrikkelijke Am Spiegelgrund in het geannexeerde Oostenrijk, waar honderden kinderen door de nazi's omgebracht zijn. Hier ziet u foto's van deze slachtoffers. En in die instelling is ook een soort van dodenboek, waarin ik een zekere Anna Hofer heb teruggevonden, die op dezelfde dag overleden was als het meisje uit de troostbrief. En daar was ook een foto bij, zodanig dat ik kon zien dat het ging om een meisje met het syndroom van Down. 2 jaar oud toen ze werd omgebracht. In 1995 dekte de onderzoeksjournalist Ernst Klee een collectie met preparaten van lichaamsdelen van omgebrachte kinderen. Op een bokaal met een kinderhoofd daarin stond de naam Anna Hofer. Dus het gaat bijna zeker over hetzelfde meisje. Dat is toch onvoorstelbaar, zoiets. Ik wil nog even terugkeren naar Gerhard Richter,
Dit is zijn tante Marianne, zoals hij haar zelf in 1965 schilderde, samen met zichzelf als baby. Zij werd omwille van die diagnose van schizofrenie eerst gedwongen gesteriliseerd en in 1945 omgebracht, 28 jaar oud. De echte tante Marianne, zoals in de film, maar zij werd omgebracht in de psychiatrie, waarschijnlijk door middel van een overdosis medicatie, tijdens de fase van de zogenaamde wilde euthanasie. De film neemt ook een loopje met een aantal andere feiten, waardoor Gerhard Richter zichzelf van deze film heeft gedistanceerd. Dit waren enkele individuele voorbeelden, maar ik wil even uitzoomen en kijken naar het grotere perspectief. Wat hebben de nazi's aangericht met hun eigen Duitse kwetsbare medeburgers? Wat is deze zwartste bladzijde van de psychiatrie? Dit zijn de belangrijkste statistieken van dit vergeten trauma. Tijdens het nazi-regime werden om te beginnen 400.000 burgers, hoofdzakelijk vrouwen, hoofdzakelijk met psychiatrische en neurologische aandoeningen, gedwongen gesteriliseerd. Dat is enorm veel, 0,6% van de bevolking. Dat is 200 sterilisaties per dag gedurende 6 jaar. Enkele duizenden mensen hebben die ingreep niet overleefd. En vanaf 1939 is men begonnen met het doden van personen met psychiatrische en neurologische aandoeningen. 300.000 slachtoffers in totaal. Die massamoord valt uiteen in 2 totaal verschillende fasen. De gecentraliseerde, systematische vergassing van patiënten uit instellingen in speciale dodingscentra, de zogenaamde actie T4, waarvan we een voorbeeld hebben gezien, waarbij een kleine 100.000 slachtoffers vielen, en het gedecentraliseerde, spontane doden van patiënten door hulpverleners, de zogenaamde wilde euthanasie, of wilde euthanasie moet je eigenlijk zeggen, waarbij ruim 200.000 slachtoffers vielen. Nu, die 400.000 en die 300.000 moet je niet bij elkaar optellen, want heel wat patiënten die vermoord werden, waren voordien al gedwongen gesteriliseerd. Dat is niet alleen verschrikkelijk, maar het is in feite totaal onlogisch ook vanuit het nazi-perspectief. Want het gevaar van de verspreiding van zogezegd erfelijke aandoeningen was door al die massale sterilisaties in feite al totaal afgewend. Al klopt die simplistische theorie, zoals veel propaganda van de nazi's, dan ook weer niet. Want in Duitsland waren er na de oorlog meer personen met de diagnose schizofrenie dan ervoor. Wat een bijzonder wreed bewijs is van het falen van die nazi-theorieën. In feite wist men dat al lang. In het enorme dagboek van de grote, maar niet gesproken Duitse schrijver Ernst Jünger vond ik deze notitie. Er wordt gezegd dat sinds de sterilisatie en het doden van krankzinnigen het aantal krankzinnig geboren kinderen vermenigvuldigd is. Evenzo is de armoede met de onderdrukking van bedelaars toegenomen en leidt de decimering van de Joden tot de verspreiding van Joodse oud-testamentische elementen in de wereld. Uitroeiing wist de archetypen niet uit, maar maakt ze eerder vrij. Opmerkelijk is dat Jünger dit al noteerde in maart 1942. Dat wil zeggen toen de grootste slachting van patiënten nog moest gebeuren en die van de Joden al volop aan de gang was. Ja, ze hebben het dus geweten. Hoe is het allemaal zo ver gekomen? Al tientallen jaren voor het nazisme ontstond, waren Engeland en de Verenigde Staten de voortrekkers van de eugenetica. Die ongemakkelijke hybride mix van de ethiek van eu, wat is goed, en de wetenschap van de genetica. Hier ziet u het embleem van de Britse Eugenics Society. Eugenetica wordt hier voorgesteld als een superwetenschap die op andere wetenschappen steunt. Geneeskunde, antropologie, genetica, biologie, psychologie, statistiek, enzovoort, enzovoort. Superwetenschap die de self-direction of human evolution
ongelooflijk modern, dat is transhumaan in zekere zin. Maar in alle nuchterheid zijn er in theorie wel een aantal goede eugenetische vragen te bedenken. Bijvoorbeeld, hoe kunnen we ernstige erfelijke aandoeningen doen afnemen in de bevolking? Wat zijn ernstige erfelijke aandoeningen? Dat zijn bijvoorbeeld hart- en vaatziekten, diabetes, bepaalde vormen van kanker, bepaalde vormen van obesitas, hemofilie, bloederziekte, daarvan weet men al sinds de 10e eeuw dat dat erfelijk is. Maar nooit zijn deze aandoeningen het doelwit geweest van eugenetische maatregelen. Nee, men focuste merkwaardig genoeg altijd opnieuw op twee dingen: neuropsychiatrische problemen en biologisch racisme. En alle problemen die daar zogezegd mee samenhingen, zogenaamde degeneratie, drugs, diefstal, prostitutie, verkrachting en zo verder, in te delen in klassiek trio, seks, drugs en criminaliteit. Dit trio is nog altijd actueel. Zie bijvoorbeeld de uitspraken en de muur van Donald Trump. Build a wall and crime will fall. En hij heeft letterlijk ook gezegd dat die migranten uit Mexico, they're bringing drugs, they're bringing crime, they're rapists. Dus seks, drugs en criminaliteit. In diezelfde Verenigde Staten kwamen in 1910 al de eerste eugenetische wetten in de moderne geschiedenis tot stand. Die voorzagen dat mensen met een beperking in een aantal staten gedwongen gesteriliseerd konden worden. Deze foto toont links Carrie Buck gesteriliseerd omdat de rechter vond dat drie generaties van imbecielen volstonden. Maar naast mensen met een neuropsychiatrische problematiek wilde men ook mensen met een andere etnische achtergrond weren en beletten dat die nieuwe immigranten zich zouden mengen met de Angelsaksische bevolking. Op deze cartoon uit 1903 kijkt Uncle Sam meewaardig naar de arme, gevaarlijke en vuile immigranten die rechtstreeks uit de sloppenwijken van Europa komen en die allemaal een donkere huidskleur hebben. Later herkennen we natuurlijk bij de nazi's die obsessie met neuropsychiatrische problemen en racisme, vooral dan antisemitisme, die daarin dus niet de eerste waren en niet de enige waren, maar zonder twijfel wel de meest radicale. En zij hebben die ideeën vrijwel onmiddellijk gerealiseerd nadat ze de macht hadden gegrepen in Duitsland. Ik ga even een tijdlijn tonen. Op 30 januari 1933 werd Hitler kanselier. Nauwelijks twee maanden later opende het concentratiekamp van Dachau. En werd in het ministerie van Binnenlandse Zaken het bureau voor rassenhygiëne opgericht. Rassenhygiëne was het Duitse woord voor eugenetica. Al lang voor de nazi's bestonden. En u merkt hoe in dat woord, in die term, zowel medische problemen zitten als zogenaamde raciale problemen. Die link daar al in zit. Minder dan een half jaar na de machtsovername door de nazi's werd de sterilisatiewet afgekondigd, die dus 400.000 slachtoffers zou eisen. Wie moest er volgens die wet gesteriliseerd worden? Mensen met aangeboren zwakzinnigheid, schizofrenie, bipolaire stoornis, erfelijke epilepsie, ziekte van Huntington, erfelijke blindheid, erfelijke doofheid, zware erfelijke lichamelijke misvorming. En dan heeft men er nog snel achteraf zwaar alcoholisme aan toegevoegd, hoewel dat niet erfelijk is. Ik toon u hier een tekening van kunstenaar patiënt Wilhelm Werner, die zelf slachtoffer van die gedwongen sterilisatie is geweest. 6 jaar later kwam dat gebeurt op 1 september 1930, namelijk de dag waarop de Tweede Wereldoorlog begon door de inval in Polen. Dat die twee datums overeenkomen, dus de inval in Polen en deze door Hitler getekende toelating, machtiging aan artsen om straffeloos patiënten te doden, dat is geen toeval. Het is zeker symbolisch bedoeld, hè, en je zou kunnen zeggen
dat de kriek nach außen en de kriek nach innen, dat die samenvallen, dat dat de bedoeling was. Er begint dus die vergassing van die 70 en meer duizend slachtoffers. De vergassingen van de Joden in de vernietigingskampen, die sluiten naadloos aan bij de vergassingen van de patiënten. Er verliepen nauwelijks enkele weken tussen het stopzetten van de vergassingen van de patiënten en de start van de vergassingen van Joden in Auschwitz in september 1941. Met behulp van dezelfde technologie, dezelfde know-how, hetzelfde personeel, waaronder heel wat artsen en paramedici, die al verantwoordelijk waren geweest voor de massamoorden in de psychiatrie. Inhoudelijk, ideologisch, qua verantwoordelijken en ook chronologisch zou je dit als een continuum kunnen zien. Er is die intieme verknoping tussen de nazi-bio-ideologie, het racisme, de medische wereld en de psychiatrie. En dat uitte zich op allerlei manieren, onder andere de grote aanwezigheid van artsen in Auschwitz. Maar ook, een voorbeeld, een verschrikkelijk beschamend voorbeeld, het feit dat een psychiater, dokter Irmfried Ebel, dat die een tijd lang de baas is geweest van het vernietigingskamp van Treblinka. Maar toen de vergassingen van patiënten gestopt waren, gingen doden van patiënten gewoon verder. In die fase van de zogenaamde wilde euthanasie. Patiënten werden massaal vermoord in de instellingen waar ze verbleven, dus niet in die speciale dodingscentra, door de hulpverleners aan wie ze toevertrouwd waren. Door artsen, verpleegkundigen, door middel van vergiftiging, overdosis van medicatie, verhongering, verwaarlozing. En nazi-artsen hadden zelfs speciale medicatieschema's uitgedacht en speciale diëten die tot de dood leiden. En nu is een vraag die je zou kunnen stellen, die ik ook graag ter discussie voorleg, of je dit hele duivelse project van de nazi's zou kunnen beschouwen als één grote eugenetische zuivering. Natuurlijk verdienen de verschillende slachtoffergroepen van het nazisme aparte aandacht. In de eerste plaats de Joden, veruit de grootste groep, de Roma, de mensen met een psychische kwetsbaarheid of een beperking, homo's, politieke tegenstanders enzovoort. En ik voeg daar nog een niet geëxpliciteerde slachtoffergroep aan toe, namelijk vrouwen, want zij waren bij verre het vaakst het slachtoffer van de gedwongen sterilisaties. Maar anderzijds is het misschien toch interessant om eens te kijken naar alle overkoepelende aspecten. Wat mij opvalt aan die gruwelijke nazi-projecten, en dat is een persoonlijke intuïtie, ik wil daar niet, ik wil die graag aan u voorleggen, dat is dat ik daar twee soorten van onmenselijkheid in herken, namelijk wat ik rationele en emotionele onmenselijkheid zou willen noemen. Rationele onmenselijkheid komt uit het hoofd en is het emotieloze, kille overtreden van al die geschreven en ongeschreven regels van medemenselijkheid, van mensenrechten, op basis van een of andere min of meer coherente logica. Dat leidt tot het planmatige, gesystematiseerde en gedepersonaliseerde wandaden, zoals de actie T4. Emotionele onmenselijkheid komt uit de onderbuik en is een op haat drijvend, niet georganiseerd fenomeen dat op een impulsieve, chaotische manier die grenzen overschrijdt. Die twee vormen van onmenselijkheid lijken tegenstrijdig, maar ze sluiten elkaar niet uit. Integendeel, er is vaak een synergie tussen de twee. En soms zijn ze ook elkaars excuus. En je zou kunnen zeggen dat ze samenhangen met die principes van eugenetica en stigma in deze context. In het biorracisme van het nazisme kunnen we alvast de rationele onmenselijkheid duidelijk herkennen. Dat is wat Hannah Arendt de verwaltungsmassenmoord noemde, de bureaucratische massamoord van de Shoah, waarin de emotieloze, ambtelijke afstand van de slachtoffers, de onverbiddelijke, maar verre abstracte lijsten en bevelen onmenselijk handelen mogelijk maakten.
Dit wordt dan gemakkelijk met Duitse gründlichkeit verbonden, maar ik vind dat eigenlijk zelf ook een racistisch vooroordeel. Het is een mechanisme van het kwaad, waar de actie T4, de systematische vergassing van psychiatrische patiënten, een vroeg en glashelder voorbeeld van is. Het heeft mij moeite gekost om het organigram en de organisatie van de actie T4 te doorgronden, maar zie hier een schema. Dus u ziet daar het huis, de villa, in de Tiergartenstraat nummer 4 in Berlijn, wat het hoofdkwartier was van die massamoord. En ik ga het u niet allemaal uitleggen, maar u gaat zien dat het bijzonder complex is. Hè. Dat er voortdurend formulieren rondgaan, dat er chauffeurs rondrijden, dat er kopies worden gemaakt, dat er op dossiers geoordeeld wordt, transportlijsten enzovoort. En uiteindelijk leidend tot de dood, een urn, een zogenaamde troostbrief. Dit is een complexe, kwaadaardige systematiek die natuurlijk verschrikkelijk is, maar op een rare manier ook een beetje geruststellend. Want het zijn enkele duivelse masterminds die dat hebben uitgedacht. Zij hebben een machine in gang gezet, maar de radertjes van die machine, de gewone mensen die gewoon hun job gedaan hebben, die hebben dat misschien niet allemaal geweten, niet allemaal gewild. Ze zijn onschuldig en ze kunnen ieder van ons zijn. Dat verschilt radicaal van de genocide in Rwanda, bijvoorbeeld. Waar mensen die elkaar persoonlijk kenden, elkaar eigenhandig hebben afgemaakt in een wilde orgie van haat, zonder organisatie, zonder infrastructuur en alleen maar aangemoedigd door een radioprogramma. Deze genocide was niet wetenschappelijk, maar ideologisch. Was niet georganiseerd, maar chaotisch. Was niet bevel, maar spontaan. Was niet top-down, maar bottom-up. Was niet op industriële schaal, maar lokaal. Was niet bureaucratisch, maar fanatiek. Was geen verwaltingsmassenmoord, maar een wilde euthanasie. Was niet abstract, maar concreet. Was niet ambtelijk, maar ambachtelijk. Was niet afstandelijk, maar direct. Was niet gecentraliseerd, maar gedecentraliseerd. Was niet koud, maar vol met haat en misprijzen. Was niet gedocumenteerd. Het is heel moeilijk om van dit soort acties eigenlijk precieze data te verzamelen. De gedachten dat mensen tot zoiets in staat zijn, hè, zoals de genocide in Rwanda, is veel verontrustender dan dat zij ambtenaren zouden kunnen zijn in een eugenetisch project. En heel vlug hebben we dan de veronderstelling dat zoiets cultureel bepaald is. Met andere woorden, dat dat alleen maar kan in een bepaald soort maatschappij in het verre Afrika. Wel, dat klopt, want die wilde, eigenhandige genocide is precies wat er in Nazi-Duitsland gebeurde tijdens de zogenaamde wilde euthanasie na de actie T4. Het was niet gecoördineerd, was niet gecentraliseerd, er was geen enkele bureaucratie bij betrokken, geen bevel, geen lijsten, geen wetenschap en 200 doden voor gevolg. De wilde euthanasie heeft uiteindelijk bijna 3 maal meer slachtoffers geëist dan de actie T4. Terwijl in feite de actie T4 al het vooraf bepaalde quotum had bereikt van 70.000 slachtoffers. Dit was geen banaal kwaad. Dit was geen achteloze bureaucratische massamoord. De daders waren artsen, verpleegkundigen, andere hulpverleners, mensen zoals u en ik, die op eigen initiatief hun eigen patiënten ombrachten. Dat is veel moeilijker te verklaren, veel pijnlijker om te zien. En we kunnen veronderstellen dat zoiets alleen maar kan in een atmosfeer van diep misprijzen, van verachting, van haat, van ontmenselijking, van een diepe, diepe kloof tussen wij en zij. Zij zijn de minderwaardigen, de levensonwaardige wezens. En u ziet hier een aantal termen die al voor de nazi's aan de macht kwamen, de ronde in Duitsland, om die mensen met een ziekte of een beperking eigenlijk totaal te ontmenselijken. Een typische term natuurlijk is parasieten, vieze beesten die uitgeroeid moeten worden.
En dat zagen we bij de nazi's, in het antisemitisme van de nazi's, in de acties in Amerika en ook in de genocide in Rwanda, waar dus ook over kakkerlakken werd gesproken. Een andere vaststelling die ik u ter overweging geef, is dat het uitmoorden van personen met een psychische kwetsbaarheid en een beperking door de nazi's toch een gruwelijk dieptepunt in de geschiedenis in feite niet eens een naam heeft. Men zegt dan gemakkelijk actie T4, maar zoals we gezien hebben, behelst dat maar een deel van de massamoord en niet de gedwongen sterilisaties. In Duitsland zegt men merkwaardig genoeg euthanasie. Dus het woord euthanasie in Duitsland verwijst alleen naar de massamoorden op patiënten door de nazi's en niet naar wat wij bij ons hier euthanasie noemen. Het is ook enorm verwarrend dat die termen zo op elkaar lijken. Er zijn, als je het nagaat, geen grotere verschillen te vinden dan het verschil tussen euthanasie bij ons en euthanasie in Duitsland. Maar natuurlijk zijn het ook foute termen omdat ze veel te eufemistisch zijn. En het zijn bovendien nazi-termen. We zeggen toch ook niet Aktion Reinhardt of Endlösung. Dat zijn namen van de daders. Shoah, Holocaust zijn namen van de slachtoffers. En dat soort naam ontbreekt. En daarom dus heb ik als onbekende Vlaming, die niets met het nazisme of met de Shoah te maken heeft, heb ik mij veroorloofd om dit drama een naam te geven. Psychogenocide, het is ook de naam van het boek wat ik daarover geschreven heb. Een naam is immers een voorwaarde voor erkenning, voor waardige, voor volwaardige herdenking van de slachtoffers. Ik heb lang nagedacht over het woord genocide, omdat natuurlijk de psychiatrische patiënten, die vormen geen samenhangende bevolkingsgroep, in tegenstelling tot bepaalde etnische groepen. Maar wat er gebeurd is, inclusief die massale sterilisaties, dat beantwoordt wel aan de courante definities van genocide. Namelijk met die stepping stones, grootschalige stigmatisering, gevolgd door segregatie, gevolgd door sterilisatie, gevolgd door massamoord op weerloze mensen die geen vijanden zijn. Ik heb enkele jaren geleden de kans gehad om hierover te spreken met professor Philip Sands, bekende mensenrechtenadvocaat, expert van genocides en misdaden tegen de menselijkheid, toen hij een eredoctoraat ontving aan de KU Leuven. En hij heeft mij bevestigd dat deze term terecht was. Dat geen gratuite uitspraak is, dat is iets dat in principe wel heel wat consequenties zou kunnen hebben. Jaren geleden bezocht ik in Berlijn de Tiergartenstraße ter hoogte van nummer 4, waar dus die villa stond waar de hele actie T4 gecoördineerd werd. En ik was geschokt omdat daar bijna niets te zien was dat herinnerde aan dat drama. Er was een bijna onzichtbare gedenkplaat in het trottoir, waar trouwens een fout in stond. En dat begint gelukkig te veranderen. Op dezelfde plaats bevindt zich nu een monumentale blauwe glazen muur die de grens symboliseert tussen wij en zij. Een grens, een muur waar je doorheen kunt kijken als je wil. En aan weerszijden van die muur zijn grote betonnen elektrische informatiepanelen geplaatst. Verschillende dodingscentra met gaskamers in Duitsland, waarvan er vele nog altijd psychiatrische centra zijn, wat ik toch echt heel bedenkelijk vind, heeft men de laatste jaren toch wel werk gemaakt van de inrichting van degelijke memorialen met informatie over wat er gebeurde. Bijvoorbeeld in Brandenburg aan der Havel of in Grafenegg, waar je als bezoeker zo een beeldje kan meenemen dat een slachtoffer symboliseert. Of in Bernburg. Zelfs in het museum Dr. Gislain is er in de vaste collectie een hoek voorbehouden aan dit drama met foto's van
En een andere kwestie is niet alleen de naam van het drama, maar de naam van de slachtoffers. Daar heeft men geweldig lang mee geaarzeld. Er was de belemmering van het medisch geheim. Er was de belemmering van sommige families die niet wilden geassocieerd worden met vermoorde psychiatrische patiënten uit een ver verleden. Maar dit begint ook te veranderen. Al is het echt nog maar de laatste paar jaren. Kun je dus in die gedenkstätten, in die memorialen, ook lijsten van slachtoffers vinden, meer en meer. En ik voeg hier even een parenthese aan toe. Recent is ontdekt dat in ditzelfde dodingscentrum van Pernburg ook een 30-tal Belgen zijn vergast. Dat waren bijna zeker geen psychische patiënten, maar mensen die om politieke redenen uit de weg geruimd waren. Dus wat ik, mijn punt is dat het zeer lang geduurd heeft voor de Shoah eigenlijk erkend, bekend werd, voor er onderzoek kwam en zo verder, voor men ook die gigantische onderneming is gaan doen om die 6 miljoen slachtoffers te inventariseren en publiek te maken. Maar voor de psychogenocide is dat in feite nog veel later en trager op gang gekomen, terwijl die historisch eigenlijk al eerder gebeurde. En er is nog altijd een lange weg te gaan. Op dit moment is het nog altijd too little, too late. Waarom is dit zo belangrijk? Waarom is het nodig om zo'n deprimerende geschiedenis in leven te houden? Dat is een kritiek die ik soms hoor. Hè. Waarom zo'n... Het is veel te deprimerend wat je vertelt. Ik zou zeggen omwille van het verleden, omwille van de waardigheid van de slachtoffers, maar evengoed omwille van de toekomst. En ik vergelijk opnieuw met de vervolging en de vernietiging van de Europese Joden. De Shoah is niet alleen een verschrikking uit het verleden. Het is ook een enorm belangrijk signaal tegen het antisemitisme van vandaag. En bij uitbreiding tegen alle actuele vormen van racisme en van vervolging, van discriminatie en bedreiging van mensen op basis van afkomst, godsdienst, cultuur, seksuele, genderidentiteit, ideologische overtuiging, enzovoort, enzovoort. Het feit dat vandaag zelfs de meest verdachte figuren zich nog proberen te legitimeren door zich te beroepen op een strijd tegen het nazisme, dat toont de kracht en de actualiteit van dit beeld uit het verleden. En volgens mij heeft de psychogenocide een specifieke betekenis die het meer dan ooit waard is om herinnerd en geactualiseerd te worden, want het gaat hier onder meer over ziekte en gezondheid, over abnormaal, over stigma, over genetica en ook over de toekomst van de geneeskunde. Ik wil even een denkoefening doen om te kijken hoe de rationele onmenselijkheid van de psychogenocide zich naar vandaag zou kunnen vertalen. Het woord eugenetica is eigenlijk helemaal verdwenen door het odium van de misdaden van de nazi's. De Britse Eugenics Society bestaat nog altijd, maar is van naam veranderd. Het heet nu de Galton Institute. En ik laat u raden wanneer zij van naam zijn veranderd. In 1989. Ongelooflijk laat. En de eugenetica, de eugenics, die zijn eigenlijk vandaag gemuteerd naar wat men noemt newgenics. Dat ingezet wordt in een bepaald kader. Misschien dacht u dat de wetenschap zich niet meer bezig hield met blond haar en blauwe ogen en dus met racisme. Maar het wetenschappelijk uitselecteren van uiterlijke raciale kenmerken, zoals dat is precies wat baby. Aansluitende topic is het selecteren van baby's op basis van hun gender. Dat lijkt ook onverantwoord, maar toch is het wat op grote schaal gebeurt in grote landen zoals India en China. Hoe meer oranje of rood op deze wereldkaart,
Erik, we horen je niet meer. Ik weet echt niet hoe dat komt. Ja, nu terug wel. Ja. Probeer dapper verder te doen. Ja, ja, ja. Oké. Okay. Ja. Dus u ziet terug het beeld van de... Ja. Oké. Okay. Dus... wat gebeurt daar eigenlijk? Hè? Dus men wil geen meisjes laten geboren worden. En voor arme mensen hè, zijn daarvoor vrede methoden. Hè, die eigenlijk niets anders zijn dan wat men noemt femicide. Hè, doden van meisjes en vrouwen. En voor rijke mensen bestaan er dan weer meer clean technieken. Hè, zoals de Fertility Institute dat ook aanbieden. Hè, namelijk de optie gender selection. Ik vind het niet eenvoudig om daar allemaal over te oordelen. Dat stoot tegen de borst. Maar ja, het is geen cadeau om in sommige maatschappijen als meisje geboren te worden. Dus dat zit daar dan toch ook wel onder. Wat met mensen die transgender zijn? In heel veel Europese landen zijn die gedwongen om zich te laten steriliseren. Ik verklaar mij nader. Als je officieel van geslacht wil veranderen in de rode landen op de kaart, dan moet je ook een geslachtsoperatie ondergaan. En een geslachtsoperatie, dat betekent zowel voor transvrouwen als voor transmannen, dat je onvruchtbaar wordt. Nu, de kaart is uit 2016, in België is dat in 2018 geweest. Erik, ja. Wat? De PowerPoint is niet meer zichtbaar. Nu wel? Nu wel. Zie je het nu? Ja. Oké. Okay. Mensen gaan eugenetisch selecteren op basis van sociaal-economische status. Dus de voortplanting verhinderen van arme mensen en die van rijken stimuleren. En dat lijkt totaal uit de tijd, lijkt totaal onaanvaardbaar. We weten dat voor zeer arme mensen hun kinderen soms hun rijkdom zijn. We weten omgekeerd ook wel dat welvaart de beste manier is voor geboortebeperking. Maar dit is een schokkend verhaal. In de jaren 90 in Peru heeft men van gedwongen sterilisatie van arme vrouwen de speerpunt gemaakt van de armoedebestrijding. Dat was onder president Mori. En tijdens die campagne zijn 300.000 arme Peruaanse vrouwen gewoon gesteriliseerd. Ze wisten eigenlijk niet wat er gebeurde. Ze werden onder druk gezet door medische teams die zelf onder druk gezet werden door de overheid. Daaronder zaten ook andere motieven, namelijk racisme. Het waren vooral inheemse vrouwen die daar het slachtoffer van waren. En ook politiek. Fujimori wilde het lichtend pad eigenlijk steriliseren ook. Het is een weinig bekend drama. En ik moet eventjes mijn woorden van daarnet over Nazi-Duitsland nuanceren. Want in verhouding zijn er in Peru in de jaren 90 dubbel zoveel burgers en uitsluitend vrouwen gedwongen gesteriliseerd dan in Nazi-Duitsland. Dat is toch wel schokkend. Je kunt je in verband met wetenschap ook afvragen hoe dat zit met die grote inspanningen die men doet om oudere vrouwen de kans te geven om zwanger te worden en jonge meisjes te beletten om zwanger te worden. Dat is een ingewikkelde discussie, dat gaat over zelfbeschikking, over geschiktheid, over leeftijd enzovoort. Maar we zien hier twee vrouwen, twee zwangere vrouwen, oud versus jong, wit versus zwart. Maar het belangrijkste onderscheid, zonder twijfel, tussen deze twee vrouwen is rijk versus arm. De voortplanting beletten van migranten, dat lijkt ondenkbaar en toch gebeurt het enkel Israël. Daar kregen Ethiopische vrouwen die inweken in Israël, zonder dat ze het wisten, een spuitje met Depo-Provera, een langwerkend contraceptivum.
Gedetineerden beletten om zich voort te planten. Gedetineerden steriliseren. Dat lijkt onaanvaardbaar, het is ook onwettig. Maar in de Verenigde Staten, waar het absoluut onwettig is, is dat een lange praktijk van inderdaad vrouwen, en dan dikwijls ook nog zwarte vrouwen, in gevangenissen te steriliseren. Dat komt ook uit die oude eugenetische fantasie, dat criminaliteit iets dat gaat via de genen. Ik kom terug bij het eugenetische ingrijpen bij medische problemen. Zoals ik zei, zijn er best wel wat ernstige erfelijke aandoeningen te bedenken die veel voorkomen en die men misschien wel zou kunnen beteugelen. Dat is een ernstig onderzoek waard. Maar liefst niet, zoals deze Chinese arts dat heeft gedaan, die zonder enige ethische toetsing en zonder enig onderzoek naar mogelijke nevenwerkingen een tweeling tussen aanhalingstekens gekweekt heeft die HIV-resistent zou zijn. En liefst ook niet aan de hand van het beruchte debat tussen Etienne Vermeers en Ignaz de Vist enkele jaren geleden over de uitroeiing van het syndroom van Down. Het syndroom van Down is wel een genetische aandoening, maar het is geen erfelijke aandoening. Dus je kunt dat ook niet uitroeien. Dat is eigenlijk een valse discussie. Wat ik eigenlijk met deze voorbeelden heb willen tonen, is dat zowel de eu als de genetica van eugenetica zo complex zijn dat eenvoudige antwoorden en eenvoudige oplossingen per definitie verdacht zijn. En ook vooral dat al die eugenetische zaken die men in de hele geschiedenis heeft proberen te realiseren, ondanks alle theorie, in werkelijkheid altijd opnieuw dezelfde kwetsbare groepen in de maatschappij geviseerd en getroffen hebben. Vrouwen, migranten, armen, allochtonen, gedetineerden, LGBTQ, psychisch kwetsbare personen, personen met een beperking, enzovoort. U merkt dus dat de eugenetica en de psychogenocide die daaruit voortvloeiden, dat die een lange schaduw in onze tijd werpen en potentieel ook in de toekomst. En dat vind ik een reden om dit verleden levend te houden, om te waarschuwen hoe verschrikkelijk verkeerd dat kan aflopen. En behalve de naam psychogenocide wil ik eigenlijk ook een gezicht voorstellen. Dat van Ernst Lossa, dat ik op de voorkant van mijn boek heb gezet. Ernst Lossa was alleen op de wereld na de dood van zijn moeder en de opsluiting van zijn vader in Dachau. En dat kwam omdat Ernst behoorde tot de Jenische, dat is een zwervend volk in de Duitse landen van Europa. Hij belandde om onduidelijke redenen trouwens in een psychiatrisch ziekenhuis en hij werd daar met een injectie om het leven gebracht. Hij is in hetzelfde jaar geboren als Anne Frank en 1 jaar eerder door de nazi's omgebracht. Ik zet deze 2 jonge slachtoffers naast elkaar in de hoop dat de aandacht en de herinnering daarmee toenemen. Een bijzondere link tenslotte tussen de herinnering van de Holocaust en de psychogenocide is dat het dankzij de financiële steun is van de Joodse gemeenschap dat er nu eindelijk een monument die naam waardig staat in Berlijn op de plaats waar de psychogenocide werd beraamd. Ik dank u.